Goedemorgen, jongens. Wij zijn bij Groenrijk. En we zijn plantjes aan het kopen. We hebben eindelijk gevonden wat we zochten, namelijk deze bol. We hebben er al eentje thuis en wilden heel graag nog een tweede bij. Is nu gelukt. Maar kijk wat we nu tegenkomen. Dat is gaaf toch, voor op het balkon. Echt leuk, ik denk dat het er heel gezellig uitziet. Kom, ga niet zien. Bij de Jusk had je een goedkoper gezien. Maar dan gaan we een hele duur. Oké. Nou gaan we eerst die goedkoper bekijken. Het gaat over een tuinset, een loungeset. Vorig jaar zijn we ook al op jacht geweest. Zijn we niet geslaagd. Toen hebben we besloten om het... Ik hoop dat je me kan verstaan om met al die muziek. We hadden besloten om dit jaar een loungeset te kopen. Dus vandaar dat we nu weer aan het kijken zijn of we wat leuks gaan vinden. Kijk jongens, dit is het. Dit zit gewoon lekker in brede. Ik vind hem leuk. Ik denk dat het ook prima past buiten bij ons. Maar het ziet er ook niet zo gammel uit dat het heel kort meegaat. Dat het snel kapot is of zo. En dit is de andere. Die vind ik ook wel mooi. Alleen die bank zit dus veel minder lekker dan deze bank. Oké, dus nu moeten we alleen nog even naar de gamma om te kijken of... Ja, dat is een echte lounge set, hè? Ja, maar dit ziet er net wat schattiger uit dan zo'n enorme loungebank. Want ik krijg toch nooit bezoek. Zullen we nog een rondje door de winkel gaan? We zien hier zo'n pallet, hoe heet dat? Nee, dat is 149. Een palletbank. Hadden we eigenlijk in gedachten voor het balkon bij de slaapkamer, weet je wel. Als je bij onze slaapkamer naar buiten stapt, denk ik dat het precies... Nee, er kunnen twee stoelen naast elkaar. Ja, maar het is even te breed. Het is breder dan twee stoelen, hè? Ach, hebben we natuurlijk weer niet opgemeten. Ik denk dat het goed is. We hebben het wel eens opgemeten trouwens. Te diep dat de deur niet meer open kan. Dat je gewoon geen beenruimte meer hebt. Nee, ja. Keuzes, keuzes. Nou, we zijn bij de gamma. Vind je het leuk, bij gamma? Vind je het leuk? Ja. Meira en ik zijn allebei snot verkouden, dus het is allemaal een beetje veel vandaag. Maar we zitten nu te twijfelen tussen of een hele degelijke set voor iets meer geld. Of een set die er wat schattiger uitziet, zeg maar. Wat gezelliger. Ja, vandaag is het zondag. En het is al einde van de middag. Het is al 4:15. Ik heb even op bed gelegen, want ik ben echt, nou ja, heel erg verkouden. Koortsig. Nou ja, niet in orde in ieder geval. Ik denk het ook wel aan mijn stem hoort. Mijn hoofd zit echt helemaal vol. Nou ja, het lukt eigenlijk niet om te slapen. Maar goed, ik heb even lekker een uurtje gelegen. Verder heb ik eigenlijk niet zoveel gedaan vandaag. Vanochtend heb ik samen met Benno nog even de plantjes die we gisteren gehaald hadden in de bakken gezet buiten. Eigenlijk gistermiddag doen, maar toen voelde ik me ook al te beroerd. Dus dat hebben we toen niet meer gedaan. Ja, en ik ben met Meijer in bad geweest. Begin van de middag. En verder heb ik de was gedaan. Drie wassen gedaan. Nou ja, dat was het voor deze dag. Maar goed, ik hoop dat ik me morgen weer iets beter voel. Want dit is heel vermoeiend, moet ik zeggen. Ik vond het wel heel fijn om even lekker in bad te zitten. Ja, wat doe ik hier eigenlijk? Geen idee. Ik ga naar beneden. Wij gaan eten. En vanavond eten we aardappelen, spinazie en lekker wat visstukjes erbij. En we gaan het programma kijken van Boerderij van Dorst.
Ik ben daar heel erg fan van. Wat ik gewoon heel gauw van de natuur, zoals jullie weten. Ik ben heel graag in het bos, maar ik vind boerderijen ook te gek. Dus daar hebben wij het heel vaak over. En Benno zei al van, ja, dan moet je het gewoon doen. Want kijken ook regelmatig het programma... Hoe heet het nou? Niet het programma Kopen zonder kijken, maar die andere. Oh, ik weet het. Voor hetzelfde geld. Als je het leuk vindt om te zien. En dan gaan mensen uit de stad, vaak uit de stad, verkopen hun huis. En dan voor hetzelfde geld gaan ze ergens op het platteland wonen. Vind ik ook heel erg leuk om te zien. Dus misschien ooit gaan wij het ook doen. Goedemorgen jongens, het is maandag. Het is tweede Pinksterdag. En ik lig even moed te verzamelen om uit bed te gaan. Het is bijna 9 uur in de ochtend. Maar ik voel me niet echt top of zo. Wat wel heel leuk is, is dat vandaag vlooienmarkt is in Epe. Dus daar gaan we lekker naartoe met z'n drietjes. En verder gaan we gewoon genieten van dat we nog een lekker dagje vrij zijn. En hopelijk ben ik dan morgen weer een beetje opgeknapt. Ik ga even vast de boodschappen halen. Het is nog maar 10 uur, maar Mayra ligt even in bed. Dus kan ik eventjes alleen. Ja. Ik ben benieuwd hoe laat die vlooienmarkt begint. Want ik kan nergens online tijden vinden. Ik hoop dat ik alles hier heel thuis krijg. Want het is voornamelijk groentebrood en fruit. Zo zie je dat het straks allemaal geplet is. Wij gaan even lekker gezellig buiten ontbijten. Heerlijk nu de zon schijnt. En heel gezellig met al die plantjes ook. Hier gaan we een kruidenrekje van maken. Die lavendel hebben we alleen nog geen potje voor. Dus dat gaan we nog regelen. En verder gaan we er allemaal kruiden in zetten. Is de bedoeling. Volgens mij zijn de mensen op de vlooienmarkt weggeregend. Koffie? Nee joh. Thuis koffie. Ja, oké, okay, dan ben je droog. Kijk, dit is onze quarantaine baby. Maar dat vond het eerst niet leuk. Maar nu vindt ze het hilarisch. Dat ze onder een hoes zit met al die regendruppels erop. Nou, het was wel heel gezellig. Vooral heel gezellig. Maar verder aan wat er allemaal te koop was, niet heel veel bijzonders. Vandaag is het dinsdag en ik heb net boodschappen gehaald voor het avondeten. En meteen vanmorgen, dus ik ga jullie even vertellen wat we gaan eten. Vanavond ga ik pasta maken en dat doe ik heel simpel zoals je kan zien. Maar wel lekker met groene champignons en wat tomaatjes. En dit staat voor morgen op het menu. Het is allemaal heel makkelijk en simpel. Maar daar hou ik van. Dus we hebben in ieder geval gezond gegeten. En dat is wat het belangrijkste is. Ik heb eventjes wat fruit en wat groenten voor Mayra gesneden. En als ze dat op heeft, dan gaat ze even lekker slapen. En misschien ga ik dan zelf ook nog even liggen. Kom, gaan we even samen eten. Altijd wel gezellig. Nu ze wat ouder is, begrijpt ze dingen veel beter. Logisch. Maar dan is het ook echt gezellig, zeg maar. En dat is als je een hele jonge baby hebt, vond ik dan altijd. Dan ben je heel erg aan het zorgen voor en dan is het wel fijn en zo, maar... Zullen we even lekker gaan eten? Welke vind jij lekker? Zullen we even gaan zitten op de bank? Het is inmiddels avond. Ik zat lekker Netflix te kijken, maar Benno is aan het klussen beneden in zijn kantoor. Oh, ik wilde net gaan kijken en nu gaat de stroom weer op, zie ik. Maar ik dacht, als ik dan toch niks beters te doen heb, want ik ga echt niks meer doen aan het huis. En aangezien ik geen Netflix kon kijken, omdat er geen stroom op het huis was, dacht ik, ik ga het jullie even laten zien. Hoe voelt het hier? Ja, goed. Hier beneden, naast de voordeur, is Benno zijn kantoor waar hij altijd werkt, als hij thuis werkt. Maar zoals je kan zien, hebben wij hele hoge plafonds. Dan wilde hij zijn plafond verlagen. En daar is hij vanavond heel druk mee. Dus hij moest even de stroom eraf halen om zijn lamp te fixen.
Ik ga even kijken of ik jullie kan laten zien hoe hoog daar het plafond is. Ik kom hier eigenlijk nooit, omdat ik heb hier natuurlijk helemaal niks te zoeken. Oké. Kijk. Zo hoog was het plafond dus. En nu zometeen, dan ligt daar een plafonnetje. Kan je het zien? Ja. Zo hoog wordt hij dan. Dus dan zal hij waarschijnlijk 2,20 meter zijn. Ja, zoiets, hè. En? Gaat het goed? Ja, eigenlijk wel. Stroom dit eraan, dus nu kunnen plankjes eraan geschroefd worden. Oké. Okay. En ik kan het isolatiemateriaal er wel kunnen klaar. Je praat veel te zacht, mensen kunnen je niet horen. Ik zei, het gaat wel degelijk van jullie uit. Ik ga weer naar mijn Netflix-serie. Ik zie jou vanavond wel als we naar bed gaan, denk ik. Hè? Ja, waarschijnlijk. 11:30. Nee, joh. Morgen dan ga ik ook weer aan het werk. Het wordt een hele lange dag. Want ik was het helemaal vergeten toen ik de boodschappen ging doen. Maar morgen begin ik al 7:45. Want collega's van mij hebben BHV-training. Cursus, training. En ik moet het gebouw openmaken. 7:15. En dan moet ik om 8:00. Voor 8:00 moet ik Mayra alweer wegbrengen naar haar groep. Dat doe ik 's morgens weer zo. De rest van de ochtend de baby's en 's middags de peuters. Maar nu komt er ook nog eens een stukje voor dat ik het gebouw bij de BSO moet openen voor de BHV-training. En helemaal aan het einde van de dag, dan heb ik 's avonds nog vergadering. Gelijk achter mijn werkdag aan. Dus ik werk tot 6:00 en dan meteen daarna hebben we nog vergadering. Dus voor een belachelijk lange dag. Is niet erg, want de volgende dag, donderdag, ben ik weer vrij. Vrijdag nog 1 dagje werken en daarna heb ik een hele week vrij. Dus daar zit ik echt naar uit te kijken. Wat je vast al wel zal begrijpen. Ik heb niet meer zoveel gevlogd vandaag. Want zoals je hoort, ik krijg nog steeds heel weinig lucht. En ik had gewoon echt even een rustdagje nodig, merkte ik. Het is af en toe nog wel een beetje veel. Het gaat er wel een stuk beter met me dan een maand geleden. Maar ik ben er nog niet helemaal. Dus ik probeer echt meer rust voor mezelf in te lassen. En stress te voorkomen en niet mijn agenda vol te bouwen terwijl ik weet dat ik dat even niet trek. Dus op die manier heb ik ervoor gezorgd dat het nu weer wat beter met me gaat. En nu ga ik weer lekker verder met mijn serie. En dan zie ik jullie morgen, denk ik, weer. Het is vandaag woensdag en wij staan even te wachten voor het gebouw waar vandaag de BHV-cursus wordt gegeven. Want we moeten het alarm eraf halen, Mayra. Ja, jij mag los. Nee, je mag trouwens helemaal niet los, want dan ga je gevaarlijke dingen doen. Je moet even wachten. De mensen van de BHV-cursus zijn er nog niet, dus ik wacht heel eventjes. En dan ga ik zo voor hun de deur openen en het alarm eraf halen. En dan ga ik Mayra wegbrengen op het kinderdagverblijf. En dan is de werkdag weer begonnen. Ik ben nog steeds niet vooruit te branden. Maar ik heb er wel zin in vandaag, dus sowieso komt het helemaal goed. En hoef ik alleen vrijdag nog te werken en dan op vakantie. Mau, ben je nu weer een kat aan het nadoen? Mau? Ik ben weer thuis. Het was maar wel een dagje, zeg. Maar het was wel een fijne dag. Lange dag, maar een hele fijne dag. En nu ben ik ook weer blij dat ik thuis ben. Het is nu 7:55, dus het valt nog mee. Ik had eigenlijk gerekend op 9:00. Maar dat te ingewikkeld om uit te leggen. Ik ben in ieder geval lekker soort van weer tijds thuis. En nu ga ik nog even lekker met Benno samen eten. Oh, dat was mijn schoen op de tegels. Ik heb jullie eigenlijk niet zoveel te vertellen, omdat ik eigenlijk probeer te vermijden om nog een keer mijn werkdag te herhalen. Dus het enige wat ik kan vertellen is dat het een leuke dag was. En dat weten jullie ook nog niet. Ik ga morgen extra werken. Want er zijn zieken. Dus ik ga morgenmiddag een paar uurtjes extra werken. En ja, dan vrijdag nog. Maar het komt wel goed. Ik moet gewoon vanavond even
Even lekker ontspannen nog vanavond. En dan morgen even niks doen. Goedemorgen jongens, het is vandaag donderdag. Het was alweer heel vroeg dag vandaag. 5:30 was mijn vrouwtje wakker. Dus zoals je misschien begrijpt was ik vanochtend niet heel blij. Nu is het 8:00 en ligt ze alweer in bed. Want ze zat al te gapen. Ik zei, wil je slapen? Ja! Dus ik heb hem net maar in bed gelegd. En Benno is naar Utrecht vertrokken en ik vul net een fles met water. En ik ga editen. En dat wordt mijn ochtend. En dan ga ik, einde van de ochtend, ga ik weer naar mijn werk. En dan ben ik daar tot 4:30. Nee, ja, goed zo, doe maar. Je gaat het niet geloven, maar ik heb net in het dorp, hier deze, zie je? Ja. Pelletbank gekocht. Vaderdag, weet je wel. En ik ben daar heel slecht in. En ik had al een vriendin gevraagd aan collega's van wat geven jullie dan? Kunnen jullie me helpen? Maar ik voelde gewoon geen goede match met de dingen die ik hoorde. Ik vond het allemaal wel leuke ideeën, maar het was gewoon niet iets voor Benno. En nu hadden wij afgelopen weekend een pelletbank gezien natuurlijk. Hebben jullie ook gezien begin van de... bijna de kat buiten. Het begin van de week vlog. Dus ik dacht opeens vanochtend, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon zo'n pelletbank halen, want die wilden we toch al hebben. Krijg het die gewoon mooi voor Vaderdag, want dat was ook een tip van een collega. Koop iets waar je zelf ook wat aan hebt. Dus dat heb ik nu gedaan. Nu moet ik hem alleen nog helemaal naar boven zeulen. Maar ja, ik kan hem gewoon, denk ik, gewoon op de trap leggen en dan gewoon duwen. En dan verstoppen onder het logeerbed en dan ziet hij hem niet voor Vaderdag. Ik heb een broodje met ei gemaakt voor ons. En zoals je ziet kan mij daar niet wachten. Ik zat net nog even lekker buiten gespeeld. Ja. En water over zich heen gegooid. Maar toen werd ze natuurlijk helemaal boos en driftig. En toen ging ze op de grond... Oh, zelf eten, sorry. Toen ging ze op de grond liggen huilen en zo. Dus toen heb ik maar eventjes gelaten. Nu heb ik de kleren in ieder geval wel uit. Dus dan gaan we zo meteen... Na het eten... Even lekker in bad, denk ik. Dan hebben we dat maar weer gedaan voor vandaag. Of wil je dat vanavond liever? Lekker? Ja. Zie je ader hier op mijn hoofd dan? Is dat nou weer? Komt er bijna uitgeploft, joh. Mer heeft even geslapen. Hé, joh! Dat mag niet, niet slaan. Ai. En nu zit ze hier te spelen op bed met wat wasknijpers. En ben ik moed aan het verzamelen om uit bed te gaan. Want ik ben nog niet uitgeslapen, zoals je wel begrijpt. Joejoe! Ja, niet aan mijn haar, hè? Dat zag je eens doen. Ik sta er zelf gewoon versteld van dat ik dit ding in mijn eentje thuis heb gekregen met dat gewicht. Nou heb ik hem wel half in de onder in het rek van de kinderwagen gelegd. Wonder dat het ding het heeft gehouden. Hoe kan je nou ooit een palletbank onder in een kinderwagen vervoeren? Nou, het kan. En nu gaat hij onder het logeerbed. Rover achterna. Je gaat het trouwens niet geloven, maar het is eindelijk zover. Mijn nieuwe telefoon is onderweg. Woehoe! Dat is leuk, hè? Myra lacht heel hard, maar het boeit helemaal niks. Ja, ga jij maar op je hobbelkoe. Het is bijna 7:00. Ik sta bij de pannen, want ik ga eten maken. Benno is onderweg naar huis. Die zal zo op thuis zijn. En dan is de dag alweer voorbij.
De weekvlog is ook weer voorbij, want ik ga morgen de hele dag werken en dan ga ik jullie niet meenemen. Dus ik ga nu de weekvlog afsluiten. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet om een duimpje omhoog te doen als je de video leuk vond. En dan zie ik je volgende week weer. Doei!